onze hulp is in de naam des Heeren, die den hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. 68, het vijfde vers. Ik hoop, ik kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. En verder, 68, het vijfde vers. Gelezen van het heilige schrift van de profeet Jesaja en daarvan het 66 hoofdstuk.
Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, Heere, het is volgens uw goddelijke voorzienigheid en uw grote langmoedigheid en tij geduld dat gij ons bij mekander nog gebracht heeft in de avond van deze weekdag. O, rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, dat we al mogen horen met zoveel verklaring, met zo'n grote boodschap. O, dan is het in kort de boodschap van het dood en van het leven. O, dan is het de boodschap van de vrucht van de zonde in de eeuwige straf, in de eeuwig verdoemenis. En dat zo rechtvaardig, om de bezoldering van de zonde is de dood. Maar o, eeuwig wonder, dan mogen wij dat van uw woord ook horen. Wonderen van God, wonderen in Christus Jezus en wonderen bij de Heilige Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. O, dan mag het erbij gezegd worden, maar de gave Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus. En och, Heere, dan mag ik knecht Paulus erbij zeggen, door het geloof, onze Heere. O Heere, mocht het en kon het wezen vanavond, o, dat er nog een arme, een bedroefde, een schuldeisers, die schuldeisers hebben, als die zeer bedroefd worden. O, of ze dat mogen horen, wat Paulus door genade, door het geloof mocht zeggen, onze Heere. O Heere, zou het geven, Heere. O, dat er nog bij de eerste, dat er nog eens een jaloersheid gegeven mocht worden. Dat het licht nog eens schijnen mocht in de duisternis. En dat ze mogen horen als nooit tevoren. En dan zouden ze horen dat ze erbij te staan. O, dan zullen ze zeer benauwd worden. Want dan, Heere, zou geven dat ze het in mocht leven om dat te missen. Om eigen schuld. Heere, zou gij dat nog geven. Als een zegen op uw woord. O, tot ere van die driemaal heilige naam. Hij zei het zo waardig, Heere. O, dat jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Door u opgezocht wordt. En door uw woord en geest. O, mogen van dood levend gemaakt worden. Ach, Heere, uw woord die mocht verklaren van wonderen uit de hemel en die wonderen op aarde. En dat in de harten van de nakomelingen van Adam, o verloren, o uitgestort. En als de profeet Ezechiël ervan zegt, en in de eigen bloed en niemand zorgt. Daarna, ach, Heere, zou het u nog begagen. O, om ze nog, die van eeuwigheid verkoren zijn, nog in de tijd, Heere. Wat zou het uw volk, wat zou de blijdschap in de hemel wezen over één zondaar, die waarlijk in de boete, in de droefheid van de zonde voor u mocht buigen. Maar dan zou er ook nog blijdschap op aarde wezen. Wanneer het wordt zo sporadisch. Er gezien en ervaard.
O, mocht je nog eens terugkeren, Heer, met het overtuigende werk van die Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En Heer, zou uw arme volk nog eens opzoeken en nog beoefenen, Heer. O, neemt weg dat dode lijdelijkheid. Neemt weg dat laaiigheid. O, neemt weg dat wereldgelijkvormigheid. Dat zo de overhand geeft over onze harten. Ach, Heer, dan is er een volk ook. O, die mag wel door genade ook is uitschreeuwen. Heer, zou je nog ooit terugkomen? O, een volk die er wel iets van mochten ervaren. Maar waar dat het schijnt dat ze zichzelf vergist heeft. Ach, Heer, hij kan niet van uw eigen werk af. O, hij kan het nooit verder oefenen van uw ene goed in de mens, Heer. O, en het zal gij niet terughouden, de kwaad van de mens, want het legt in hem die dood geweest is en die leeft in wien de voldoening is en die het voor die kerk en voor die Heer mochten beleiden op het vloekhout van Golgotha. Het is volbracht. Daarom, o daarom, kindje, ook met zulke ellendige, o zulke, zulke laaie, zulke onvruchtbare nog hebben te doen, Heer. En och, mocht u dat leven nog weer, o, mocht u het nog eens opkomen te zoeken. En dat het nog eens door uw geest, nog eens de wind van uw geest er nog eens aan mocht wijden. Och, Heer, dan zou het weer naar u vragen. En naar uw wegen, Heer. En dan zouden ze de list hebben. Dat uw naam moet eeuwig eer ontvangen. O, dan zal die kerk nog eens weer. En mijn levende behoefte krijgen. Voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Want dat hing het hoofdstuk ook over. Over de uitbreiding dat dat woord van Jeruzalem. Dat aan het einde der aarde gebracht zou moeten worden. En Heer, hij heeft het zelf gezegd. O, dan heb je tot die kerk gezegd. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. O, wat een troost voor die kerk, Heer. En hij heeft ook gezegd. O, dat je hebt die kerk dat boodschap gegeven. Dat opdracht gegeven. Dat het woord dat moet van Jeruzalem tot aan het einde der aarde. Onder Jood en Heiden. Heere, o, hij heeft er ook bij gezegd. Dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Dat volle naam, dat heerlijke Jehovah's naam. Dat naam dat aan Mozes bekend was in zo'n donker en bange tijd. Maar toen mocht hij in de brandende baambos dat van die ontvangen. Dat naam, o, ik zal doen, ik zijn wie ik zijn zal. Heere, zou je nog, o, voor ons en onze kinderen. Voor ons en onze tijd. Heere, zou je nog terugkeren. O, Heere, wat heeft ge wonderen gedaan ook. In het oude vaderland, wat waren er veel van dat volk. O, die kleerletters, die leesbare brieven waren. En hier, o, dan is het zo ver afgevallen. Maar hij zei het nog hetzelfde, Heer. En o, mocht het die behagen, Heer. Want hij heeft het beloofd aan uw kerk. Ik zei met die tot aan de einde van de wereld. En Heer, o, geef nog, o, dat hij nog eens weer geven mocht, een gebed voor uw eer en de komen van uw koninkrijk. Hier en over de ganse wereld,
Want ze zouden van alle landen, van alle naties en van alle kleren en tonen komen. En o Heere, mocht het aan onze harten en aan onze kinderen nog toebinden, zou wij erbij wezen. Straks, o of dat kerk ingezameld wordt. En op de grootste dag, o wanneer dat de kerk thuis gebracht wordt. Wanneer dat goddelijke werk voltooid is. O in de grote opstanding. Waar dat ook de 300-vierende kerk verwacht. En meer nog. O waar u, de gezegende Heer Jezus Christus, verwacht. Met zo'n goddelijke en heilige verlanging. Om dat zwaard te breed. Terug te geven aan uw Vader. O Heer, zou je dan nog, o door de dwaasheid van prediking, nog toedoen tot die gemeente. En zou je uw kerk nog weer eens oefenen. O, dat ze nog met de dichter van oud in mogen leven. We heffen ons ogen op omhoog. O, dat we minder van dit aarde en van wat van onszelf is. Maar dat we hem nog mochten aanschouwen. Ook in deze tijd, tussen de opstanding en hemelvaart. O, dan mag die kerk van oud nog een bezoek krijgen. Heren, zou dat nog vanavond kon wezen. Voor deze of die. Dat de boodschap nog gehoord mag worden. O, wees gij, vrees niet, vrees niet, gij kinderkens. Och, dat gij nog onderwijs mag geven aan uw kerk. En dat gij nog, o, de vrouwen ook nog eens bemoedigen mag. Want ze mogen allen bij een boodschap. Och, Heere, daar was er een Thomas bij. En die was dat eerste zonde niet in de kerk. Maar hier, o, die discipelen, die gingen naam opzoeken. En die mocht het aan hem zeggen. Maar hij was zo ellendig. En hij heeft te veel gezegd. Maar hij was toch eerlijk. En dan mag die door die getrokken worden, Heer. Door die getrekkende genade. O, zou er nog een volk wezen. O, die het niet meer zien kan. Heere, dat gij nog eens op mogen zoeken. En dat je nog wat eens weg mogen geven, Heere. O, dat gaan er nog eens dat ze nog eens uitgekleed mogen worden. O, dat er nog eens een lege plaats gezegend mocht gegeven worden, Heer. Och, want als het niet meer kan, dan kan het nog bij u, Heer. Gedenk uw volk, Heer. Gij weet iedereen. Gij weet wat ze alle van nodig hebben. En Heer, zou ge dan uw woord zegenen. Mogen we het van u vragen, Heer. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Uw kerk nog bemoedigd. De duivel beschaamd. O, de wereld nog mogen verlaten. Heren, dat drie hoofden feit. Wat in ons is. De duivel en de wereld. Ach, de grootste, dat is met ons bij dag en nacht. Maar Heren, of hij het is overneemt. Dan mag dat kerk soms nog bij ogenblikken. O, nog iets horen van u. O, die gezegende, opgestaande Christus. En Heere, wat een voorrecht. In de midden van alle druk en kommer. O, dat ze nog mogen horen. O, ik leef. En daarom zult gij leven. Heere, mocht dat geloof nog geven. O, dat dierbare geloof. O, dat geloof dat geeft. Ruimte, dat geloof, o, dat mocht u onhelzen. En dat wordt de hoop levende, o, en dat mag de liefde stromen. O, dat mag de kerk wegzinken en in eeuwig verwondering neer. Omdat ze het nog mocht ervaren,
dat ieder van af weet. Heere, zou ge zo uw woord nog zegenen. En Heere, gedenk het kerkenraad en gemeente. Dan binnen ze ook zonder eigen leraar. Och, mocht het u behagen om ze nog te verblijden, Heer. O, met een man door u bekend van eeuwigheid. En in de tijd door u opgezocht. En mocht leren, o, dat van zijn kant, daar is niets, niets, niets meer. Dat God bedoelde kind. Maar Heere, dat is zo arm, zo afhankelijk, zo onwaardig. En nog, o, zo'n plaats verlangen om aan uw voeten maar te wezen. En daardoor u onderwezen te worden. En dan van u het mocht ontvangen en aan de gemeente mocht verklaren. Heere, zou het dit grote gemeente door u nog verblijden. Och, doet het nog om uw naams wil. En gedenkt aan al die knechten. O, die van u geroepen zijn, Heer. En de studenten. Och, gedenk ze, Heer. En ook straks wanneer dat het oratorium hoopt bij mekander te komen. O, en dan is er ook onder ons. O, voor wie de tijd of alles goed is. Is nabij dat die beginnen. Ze mogen beginnen. Om dat woord te verkondigen. Ach, Heere, mocht u het zegenen. O, zegen ze met nood en armoede. Want dan mogen ze de belofte krijgen. Dat u hebt gezegd, dat hebben we van uw woord gehoord. Op deze zou mijn oog, zou ik zien. Die arm en verslagen van geest. En die beven bij, voor mijn woord. Heere, gedenk dan en heeft nog meer studenten en heeft nog meer ook voor de zending, Heer. Want, och, daar is zo weinig. O, dat woord nog, dat daartoe geroepen zijn om dat woord nog te verkondigen aan de heidenen. Doet het nog, Heer, om uw naams wil. En gedenk dan zieken en zwakken. En oude vandaag en alle met bijzondere krijzen en zorgen. Ach, misschien zijn er die weten niet meer van welke kant te draaien meer. Maar Heere, ach, mocht u nog geven. O, dat ze nog een opening bij u mocht ontvangen, Heer. En dat gij het alles ten goede eind mocht werken tot uw eer. En het mensen eeuwig wel. Gedenk de kinderen. Gedenk de jongens en de meisjes in de donkere en bange tijd, Heer. Och, zou uw kerk er nog eens uit opbouwen. Van geslacht tot geslacht, Heer. En gedenk dan alle die in rouw, die rouw dragen, gedenk ze, Heer. Gedenk ook alle die in de hoge plaatsen van land zijn, hier in de donkere tijd. Och, mocht het nog eens. Een nood aan de harten gebonden worden. Heere, zou ge nog geven dat de kerk nog eens sterk mocht zijn door genade, door geloof. Dan wordt de wereld zwak. Maar als de kerk zwak wordt, wordt de wereld sterk. Mogen we het iedereen in onze eigen de schuld vinden. En Heere, mogen nog, o, in oprechtigheid geven om dat schuld nog te beleiden voor u. Heere, niet in woorden, maar heeft het in de hart, in de daad. En nou, Heere, ach, ge weet alles. En wat kunnen niet de mens toch doen, Heere? O, zou ge nog geven, dat er nog een arend en een geurs wezen mocht. O, die nog een zucht mocht ontvangen. O, dat in de hemel gegoord wordt. Maar Heere, boven alles, o, ieder zegen de hoge priester. De hoge priester van verzoening. De hoge priester van de voorbidding. En de hoge priester van de zegen. Och, mogen onwaardig daar iets nog, dat we daar nog in mochten delen. Heere, zou gij het geven, dan mogen wij het uitgeven. O, zou hij het zegenen, dan mogen we er ook van proeven.
En dan mag het nog, te midden alle strijd, ongeloof en aanvechting. Oh, dan kan het nog door een wonder, nog goed wezen om Heer te wezen. In spreken en in luisteren. Heef een beetje rust, Heere, van al de zorgen van tijd, van gezin, van kerk, school, land en volk. Heere, och, doet het nog. Heef ons nog om u te verhogen. Och, dat kan alleen als het uit de hemel komt. En dan al de onwaarde van de mensenkant. Maar zo waardig, o in uw lieve zoon. Want daar heeft u beleid. Dit is mijn lieve zoon, in wien dat ik al mijn welbehagen in heb. Heere, gedenk ook al de gemeentes in Noord-Amerika. Ook onze gemeente. En ook, Heere, gedenk ons met de broeder ouderling. En velen die meegekomen zijn voor de huwelijk die in deze middenplaats is genomen. Mogen ze alle goed bewaren. En ook die hier van Canada zijn, Heere, breng ons allemaal op de bestemde tijd dat het die behagen nog veilig terug. Verzoen onze zonde, Heere. Och, wees nog een verrassende God, dat we nog uw naam mogen groot maken, om Jezus willen. Amen. Er wordt voorgelezen van het heilige schrift van de profeet Jesaja en daarvan het 66 hoofdstuk. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt en gedenkoffer, is als die een afgod zegen. Deze verkiezen ook hun wegen. En hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen. Omdat ik heb geroepen en niemand antwoordde, ik heb gesproken en zij en ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust gaf. Hoort des Heeren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijn naams wil zeggen, dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit een tempel. De stem des Heeren die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijke gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zal ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. Wel, eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijke gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize?
Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zal ik de baarmoeder openbreken en niet genereren? Zegt de Heere, zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebber. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest. Opdat gij moogt stijgen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitstijgen en u verlustigen met een glans haar heerlijkheid. Want al zo zegt de Heere, zie, ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden, als een die zijn moeder troost. Alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden, en gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Dan zal de hand des Heeren bekend worden aan zijn knechten, en hij zal zijn vijanden gram worden. Want zie, de Heer zal met vuur komen en zijn wagens als een wervelwind, om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden en zijn schelding met vuurvlammen. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer in het recht treden met alle vlees, en de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelf heiligen en zichzelf reinigen in de hoven, achtereen in het midden derzelfde, die zwijnenvlees eten en vervoersel en muizen, tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de Heere. Hun werken en hun gedachten, het komt, dat ik verhaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen, naar Tarsus, Pul en Lut, de booschutters naar Tubal en Javan, tot de vergelegen eilanden, die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den Heere ten spijsoffer brengen, op paarden en op wagens en op rosbaren en op muildieren en op snelle lopers, naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rijnvat brengen ten huize des Heeren. En ook zal ik uit dezelfde enigen tot priesters en tot levieten nemen, zegt de Heere. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere. Alzo zal ook jullie der zaad en jullie der naam staan. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van een ene sabbat tot een andere, alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En zij zullen heen en uit gaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees en afgrijzing wezen. Vooraf wordt u nog meegedeeld dat de collecten vanavond bestemd zijn voor ten eerste collecte voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de school te Norwich.
Laat ons zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende, het achtste en het negende vers. Gods verborgen omhang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilige geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrij verbond getoond. En verder 25, 7, 8 en 9.
Geliefde gemeente, we leven in de dagen en de weken tussen de opstanding van Christus en de hemelvaart. En voor de ware kerk Gods, dat was een zeer beproevende tijd. Want voor Goede Vrijdag, dan heb de discipelen en die vrouwen zo'n aangename tijd gehad onder het profetische ambt van Christus. Ze waren door genade wedergeboren. Ze worden door genade aan de lippen van die gezegende profeet gebonden. Ze mocht belijden in waarheid dat er was geen één die sprak als hij. Want hij sprak over goddelijke dingen. Hij verklaarde al over de zonde, maar ook over de weg der zaligheid. En oh, wat waren ze blij om dat boodschappen weer en weer te horen. Die leefden zo, mijn hordes, als elke dag zonde was. En als het niet kan, dat was wel de wens. En al of de Heere begint te werken in onze leven, mijn hordes, dan wordt de kerk onze leven. Dan wordt Gods woord onze leven. En nou die discipelen en die vrouwen ook. O, die dachten. O, dat ze dat echte zegen al ontvangen had. En ze hebben wel veel ontvangen. Maar ze mochten nog zoveel afleren. Dat er een plaatsmakende werk zal zijn. Om wonderen bij te leren. En die op Goede Vrijdag is het zo tegengevallen. O, dat de Heere Jezus. O, die lam. Die geslacht was van de grondlegging der wereld. Dat hij zichzelf over zal geven. O, die discipelen en die vrouwen. Die hadden gedachten. O, dat Jezus. Als het leeuw uit het stem van Jude. Die zal een overwinning hebben over de Romeinse macht. Maar ook over al de machten van de zonde van die tijd. En dan zou de Heer zijn koninkrijk op aarde opzetten. En dat lees je ook in Gods woord, mijn hoorders. Er was gevraagd van die moeder. Of de een op de linker en een op de rechterkant van Christus een plaats mocht hebben. Een goede begeerte, mijn hoorders. Maar oh, geen begrijp, geen besef dat het zou zo anders gaan. En oh, wat viel te tegen. Toen die lieve Jezus in zijn profetische ambt met een idee dat hij zou een koninkrijk zal opzetten. En dan had hij zichzelf. Hij laat zichzelf gebonden worden. Dat kon ze niet begrijpen, mijn hoorders. O, de Heere Jezus, die hebt er menigmaal over gesproken. Ook zo duidelijke onderwijs gegeven. We zouden zeggen, zo eenvoudige onderwijs. Dat deze tempel, die zou afgebroken worden. En in drie dagen hersteld worden. Enkel maar voor een voorbeeld, mijn hoorde. Zo eenvoudig. En ze hoorden het. Maar ze begrepen het niet, nee. En ze wou het ook niet. Dat onze grootste ellende is, mijn hoorders. Wij staan onszelf in de weg. O, onze diepe bonds breek in adem. En daar heven wij de duivel toegevallen en geluisterd. In de denking dat we zouden als God worden. En dan kennen wij ons eigen padje gaan. Oog na ontvangende genade. O, dat komt nog zo openbaar. Wat wij willen. En wat wij willen, dat is meeste voor ons een eer. En ik bewijs je weer aan de waarheid ervan. Daarom, die moeder die wou die zoon
iedereen een hoge plaats hebben. Dat is voor ons eigen doel, ja. O mijn hoorders, wat was het nodig? Wat heeft de Heer Jezus zo lief gepredikt? De noodzakelijkheid van de dood. Dat hij moest sterven. En als wij dat zeggen, mijn hoorders, dan was het nooit gezegd, zodat de Heer het zegt. De Heer, die was zo dat willig knecht van zijn vader. Ik kom uw wil te doen. En Jezus als eeuwig God, en dat rechtvaardige mens, mijn hoorders, hij wist in elke ogenblik wat voor hem gelegd was. En hij kwam in alle liefde en alle verlanging voor de eer van zijn lieve vader. En in de tweede plaats het wel van dat verloren, dat zwarte breid dat hij van zijn vader heeft ontvangen. O mijn hoorders, heb je het ooit in je leven eens mogen horen? Als je mij zoekt, laat deze de weg gaan. De discipelen, die hebben dat zelf gehoord, maar niet begrepen, mijn hoorders, nee. O, wat een waarheid voor elke weldaad, er moet plaats voor gemaakt worden. En er moet onderwijs daarover gaan, omdat de zielen begrijpen. Wat een woord van het ware weg van zaligheid. Wat een woord van liefde. Wat een woord van overwinning. Als je mij zoekt, laat deze de weg gaan. Maar ze begrepen het niet, nee. En om verder te komen, mijn hoorders, wat waren ze allemaal verstrooid. Wat waren ze allemaal ellendig. En het was ook nodig, mijn hoorders. Het was ook nodig. O, Gods volk, die hebben niet al door troost nodig, nee. Ze moeten ook leren. O, wat is het nodig, mijn hoorders, om een godskennis te ontvangen. Maar ook uit het godskennis een zelfkennis. En dat is niet maar in de begin, mijn hoorders. Hoe verder langs de weg dat kerk mogen geleid worden. Hoe meer dat ze meer en meer een les aangaande. Dat werk van een drieëne God. En hoe meer dat ze hebben nodig. Om ontdekkende licht aangaande dezelfde. En de meer dat de Heere dat geven wil. O, dan is het de meeste profetelijk voor die arme ziel. Maar het gaat door een diepe weg, mijn hoorders. Weet je wat? O, het staat in Jesaja 42, denk ik. Dan zegt het in de 14e vers. En ik zal de blinde leiden, de blinde leiden. En ik zal ze leiden in paden dat ze niet geweten hebben. En ik zal duisternis licht maken. En de Heer zegt, en ik zal kromme wegen recht maken. Maar, o mijn hoorders, als je dat over mocht lezen. En de Heer het eens geven mocht, dat er nog eens licht van de hemel er aanvallen mocht. Dan gaat het niet over. Een mens is zo'n dwaas, mijn hoorders. Er is geen woorden om het uit te spreken. Een mens die leest maar over dat die kromme wegen recht maken. Maar mijn hoorders, dat kromme weg moet ingeleefd worden. Zou de rechte weg ooit beleefd worden. Vergeet het nooit, mijn hoorders. Maar voor de tijd, maar ik wou dat even zeggen. Het is in de opstanding en de hemelvaart van Christus. Was een tijd, een weg dat ze niet begrepen. Een weg dat ze ook nooit gewandeld heeft. Nee. Het was zo anders, mijn hoorders. Och, als de Heer in de hart van de mens werkt, dan gaat dat mens ook op werken. En in, oh ja, dan word ik bekeerd omdat ik al door in de kerk ben. Dan doe ik nog wat goed voor de Heer. En dan, laat me maar plat en eerlijk zeggen, dan denken wij, we zijn er kort bij. We zijn er kort bij. Want de Heer die maakt dat volk ook eerlijk. En ze weten dat ze het nog missen. Maar dan denken ze dat het er
toch kort bij zijn. Zou niet lang meer wezen. Dan zou de Heer het aan mijn ziel zeggen. Maar, och, mijn hoorders. Na de sterven, de dood. Want de dood van Christus is de leven van de kerk, mijn hoorders. O, dat gezegende kruiswoord. Wat al die zevende kruiswoorden. Dat houdt veel in, maar mijn hoorders, wij hebben maar wat de Heer ons heeft. En oh, wat mag ik in dat woord veel zien deze jaar. Het is volbracht. Het is volbracht. Dat zesde kruiswoord, dat houdt nou alles in voor de kerk. Maar hoe kom ik daar? Dat is een andere vraag, mijn hoorders. Oh, de kerk die komt er maar alleen. Die komt er maar alleen, als die in zichzelf uitgewerkt is, zelf uitgepraat is, zelf uitgebid is. En daar toen alles mij omviel en niemand zorgt meer voor mijn ziel. O, daar mag de Heer er plaats voor maken. Het is volbracht. O, volk is hier. Mogen er eens wel wat van de Heer ontvangen door het geloof. Ik zou het zomaar zeggen, heb je het zelf uit zijn mond gehoord? Het is volbracht. Maar mijn hoorders, die discipelen en die vrouwen, die hebben dat ook nog niet gehoord, nee. Later wel. Weet je wanneer? Weet je, mijn hoorders, wanneer dat die discipelen een bijzonder dag gehoord heeft? Dat is aan Hemelvaartsdag. En ik hoor een jongen of een meisje zeggen, ja, maar de Heere die heeft zo lief aan de discipelen gekomen die eerste avond van de eerste dag van de afstanding. Dan de Heere die zei tegen zijn discipelen, vrees niet. Ik zei het met die. En daar moet je zelf maar opzoeken. Maar dan hing de Heere verder onderwijs geven aan de discipelen ook. En bijzonder in de achtste dag. En die Thomas, de eerste dag, die was er ook niet bij. En die man die hebben een keer gezegd, laat me maar met de Heere sterven. Want ze zei, de Heere, ze zouden hem vermoorden als hij naar Jeruzalem ging. En Thomas dacht, als hij niet meer is, daar is er geen leven voor mij ook niet meer. Eigenade mijn hoort. Geen grond en toch zag hij geen weg voor hem meer. Nee. Nee, dan zegt hij, laat mij met hem maar sterven. Ja. Maar om maar verder te gaan, mijn hoorders. En dan hing dat eerst, dat was, het viel tegen. En het viel mee. En die het begrijpen kan, die begrijpt het. Ze hebben hem nooit meer verwacht. Maar toen stond hij in de midden van ze. En toen 8 dagen gewacht. En dan is hij weer gekomen. En toen 8 dagen gewacht. En dan is die niet gekomen. En Petrus die zegt, ik ga vissen, ik ga vissen. O, zolang dat hij elke 8 dagen kwam, dan kon ze er nog mee leven. Is er ook zo'n volk met ons, die nog mogen leven uit de bediening van Gods woord. Elke sabbatdag in het begin mag ze, net zo'n kind die krijgen zoveel af zijn kind binnen. Maar niet hing de 8e dag bij. En hij kwam niet. En wij weten niet volgens de schriften, mijn hoorders, hoe lang dat het was. Maar het viel zo tegen. Ik ga vissen. Wat zou je ervan zeggen, mijn hoorders? Een donkere weg. Een donkere weg. Ja. Er zijn tijden in het leven van dat volk. Moet je ze in je gedachten maar goed houden, mijn hoorders. Dat niet alleen inwenden, maar dat de Heere ook uitwenden alles tegenkomt. Dat het schijnt in dat leven dat de Heere kwaad met de mens is. En die wil die God maar lief hebben. En dan alles tegenloopt. In de gezin, in je lichaam, in zoveel verschillende wegen. In je business of wat ook. Dat alles maar tegenloopt. Ja. En dat de duivel die springt als een leeuw op je.
En o, gelooft het maar, mijn hoorders. Dat die duivel die zegt nog als dat die vrouw van Job zegt, vloek God en sterf jou. Er is een volk, mijn hoorders, dat zo aangevallen wordt. Dat zo ellende wordt in zijn eigen. En zo bang wordt. Dat ze vrezen dat het vloeken nog uit de mond zou komen. En nou komt het niet uit de mond. De vloeken die zijn in de gedachten. En dan zeggen ze wat ik gevreesd is over me gekomen. Van God verlaten. Dat volk dat heeft geen leven, mijn hoorders. Een donkere weg. Een verrassende bezoek. En een zegende uitkomst. Zo gaat het met de kerk. Keer op keer. De dichter die zegt, hij redt ons keer op keer. Maar wij willen even stilstaan, mijn hoorders. Want ik weet niet of je er ooit eens aan gevallen heeft. Maar als je Jesaja 66 leest, dan is het net zo als je Matthäus 28 leest. Daar heb hetzelfde ingang. Aanhande dat levende middelaar Jezus Christus. En zijn werk hier op aarde. Onder Jood en Heidendom. En dan is het zo duidelijk. Mijn hoorders. Ook in deze hoofdstuk. Dat Gods werk. Die zal nog voortgeplant worden. Mocht dat nog gegeven worden. Tot hoop in deze hopeloze donkere tijd. Maar God zal nog zijn werk voortzetten. En luistert naar onze tekst. Dat kun je vinden in het tweede vers van het 66e hoofdstuk. In de laatste gedeelte. En dan zeg het. Ik lees de hele tekst, dan begrijp je het beter. Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest. Spreek de Heer. Maar op deze zal ik zien. Op die arme en verslagen van heest. En die voor mijn woord beven. Tot zover. In deze woorden, mijn hoorders. Dan hebben wij een bemoedigende woord. Voor een bedrukte kerk, ja. Oh, ik zou het zo kunnen zeggen. Voor een kerk die het niet meer ziet, nee. En daar willen we met de help van de Here drie gedachten over denken. Als het klaar en duidelijk in onze woord staat. En dat in de eerste plaats aanhaande. Dat wordt verklaard hier. De arme en verslagen van geest. En die voor mijn woord beven. En dan is erbij toegekoppeld een belofte in de tweede plaats. Aangaande de belofte des Heren. Want de Heere zegt, maar op deze zal ik zien. Ja. Die zijn die arme en verslagen van geest. Die voor het woord Gods beven. Zo. In de eerste plaats aanhaande die. In de tweede plaats de belofte voor zullen. En oh, ik dacht ik mag erbij voegen. Ook deze woord. Wat God doet is voor eeuwig, mijn hoorders. Wat God doet is voor eeuwig. Ja. Och, mocht de Heere de toepassing van zijn woord geven. En dat de Heere het nog mocht. De opening van zijn woord en de toepassing mocht geven. Tot ere van zijn naam. En mocht het nog wezen. Tot de bemoediging van dat arme en verslagende volk. En die voor de woord des Heren beven. Wij gemeente, even wij dat er weer eens overdenkt. Ook. Aangaande de tijd tussen de opstanding en de hemelvaart. Wat was die kerk toch arm. Wat was die kerk toch arm. En wat waren ze toch in arm en versleefd. Als het staat hier.
Maar op deze zou ik zien op den armen en verslagen van geest. En die voor mijn woord beven. En dat was nou net die discipelen en die vrouwen. En hoe is het met ons? Het is ook bij kant de tijd van de opstanding tot de herdenking van de hemelvaart is bij kant ook weer voorbij. En hoe is het, mijn hoorders? O, mijn hoorders, ben we nou tevreden dat in de herdenkingen weer in de weg van de advent en de geboorte van Christus en in de weg van de Passion Sermons voor Pasen, de preken van de leiding van Christus, die heb je weer mogen horen. En ook Goede Vrijdag en de Pasen, de opstanding van Christus. En dan mag je horen ook dat er een volk was van de apostelen en discipelen. O, die hadden zoveel verlangen dat ze hem mochten aanschouwen. En mijn hoorders, wat viel er tegen voor die mensen? Want vroeger, menselijk gesproken, door genade vanzelf, maar dan konden ze zo vergaderen rondom Christus. O, wat hebben ze toch veel gehoord. Wat hebben ze meegeleefd. O, dat de Heer zoveel wonderen gedaan heeft. Denk maar aan verschillende voorbeelden, kinderen en ouderen in onze midden. Wat was het toch voor die mensen toch een aangename tijd. En de Heer die wou ze eens beproeven. Hoeveel achter ze er wat van verstond. En de Heer die zei, en wie zegt mensen dat ik ben? En dan zegt de Heer, maar wie zegt u dat ik ben? En mijn hoorders, zou de Heer ook niet in deze tijd zeggen aan ons en onze kinderen, maar wie zegt gij dat ik ben? Dat is een vraag, mijn hoorders. O vaders en moeders, wat zeg je wel eens tegen je kinderen aangaande dit vraag? Wie zegt hij dat ik ben? O, dan kunnen we nog vroom blijven, mijn hoorders, en een vrome praatje voortkomen. En dan kunnen we nog zo vroom wezen dat we nog de Bijbel erbij houden. En dat we nog over die hoofdstukken gaan lezen. Maar dat is de antwoord niet, mijn hoorders. En toen mocht Petrus. O, ik hoop, vaders en moeders, dat er zijn hier die met jaloersheid het wel eens leest uit het Heilige Schrift. Wat Petrus mocht antwoorden. Daar hoeft hij niet een school voor aan, hoor. En dat hoeft hij niet te herdenken om dat te zeggen. Maar hij mocht zeggen, hij zei de Christus, de Zoon des levende Gods. Dierbaar, mijn hoorders. O, mocht de Heer nog in onze donkere tijd nog weer werken met zijn lieve geest. En toen mocht de Heer Jezus hem een antwoord geven. Vlees en bloed heeft het niet u geleerd, maar mijn Vader die in de hemel is. O, wat was dat een goede dag, mijn ouders. Want Petrus die sprak aan behalve de discipelen. Want ze mogen allemaal die woord ontvangen van de Heer. Ja, mijn ouders. En toch, mijn ouders. Toen de Heer Jezus zichzelf heeft over aan de dood. Om de deugde Gods te verheerlijken in de weg van gerecht en gerechtigheid. Dat genade en vrede verheerlijk kon worden, mijn hoorders. O, dan waren ze zo verstrooid. En dat is niet opgelost geworden. Tot aan hemelvaartsdag. Wel bemoedigd, mijn hoorders. En daar mogen we ook Gods woord bij houden. God is geen uiterste duisternis voor zijn kerk, nee.
Als het gaat over wat die kerk verdient, dan zouden ze hen één woord meer ontvangen. Want och, oog, met Gods gaven gaan we zelf in de licht dat de Heer het niet begaat, bewaart, mijn hordes. Maar die Heer, die laat die kerk eens maar uitleven en uitwerken. O, dat zie je zo mooi, ook bij de zee van Tiberius, mijn hordes. En dat was de tijd, dat kwam kort bij de opstanding, de hemelvaart van Christus. En ik zou het nou niet opzoeken, maar ik zou je vragen om het te lezen. Uit Lucas, van de Evangelie van Lucas, de 24e hoofdstuk. Na, dat lees je na, dat die mannen van Emmaus, ze mogen terugkeren. En wat was de goede tijd toen. En ze kwamen daar bij de discipelen. En dan zei iemand van de, het is niet gezegd wie het gezegd heeft, maar daar heb je ook broederlijke liefde, mijn hoorders. O, toen was het nood, mijn hoorders, toen was het nood voor elkaar. En dan zeg ik dat Christus is aan Petrus geopenbaard, dat is lief, mijn hoorders. Zelf missen en toch vertellen uit blijdschap, want er was geen hoogmoed bij dat zaakje, nee. Nee, o, Christus is inderdaad opgestaan en is aan Petrus geopenbaard. Die boodschapper wie het was, maar daar zou ik wel eens jaloers van worden, mijn hoorders. Och, wij zijn zo zelfbedoelende rebels, mijn hoorders, door onze diepe val. En Gods ware volk, die moeten inleven en uitleven wat er een paradijs gedaan heeft. Voor Gods volk, in die lieve borg wordt er een weg van leven. Maar die moeten de dood in het leven uitleven. De bittere vrucht van dat val moest ze nog tot de laatste ademstik nog uitleven. Maar, toen dat klaar was, dat is ook eigenade, mijn hoorders. En daarom mogen wij erover praten in deze tijd, want het is in die tijd van de jaar. En toen dat man dat gezegd heeft, en toen krijg ook die Emmaushangers, die krijgen ook een beurt om te praten. Dat is ook eigenade, mijn hoorders. Want de Heer, die heeft wat aan zijn kerk, en die heeft ook de gelegenheid om er iets van te vertellen. Want ik denk dat die Emmaushangers, die waren in ene zin een beetje ongeduldig om te vertellen. O, wat is gebeurd in de leven. En ik heb het gisteravond mogen zeggen ook, maar ik zou je ook eens je gedachten erbij bepalen. Wat je daar in Lucas 24 leest. Toen de Heere Jezus zichzelf bedekt. Er is zoveel onderwijs in Gods woord, mijn hoorders. Want dan kan de Heere zichzelf zo bedekken voor zijn kerk. Mijn hoorders, voor de kerken Gods. Ik zeg het met eerbied. Is de tweede persoon de meeste van de tijd bedekt? Ja. Inderdaad, mijn hoorders. Wat een dwaasheid vandaag aan de dag. Dan praten ze over Jezus, over Jezus, over Jezus, mijn hoorders. Maar Jezus is in de meeste tijd voor de kerk bedekt. En Jezus, dat is een naam dat predikt ons, dat er zijn naam is Jezus genoemd. Hij zou de zonde der wereld wegnemen. Maar er moet een Christus worden in onze leven, mijn hoorders. O, dat boodschap dat Johannes de Doper mocht prediken. Ziet het Lamme Gods die de zonde der wereld wegneemt. En daar was... Mijn hoorders, voor twee van de discipelen van Johannes de Doper, dat weet je, de tiende heer. En toen hingen ze niet meer met Johannes de Doper. Toen hingen ze Christus na wandelen. En dan is de weg, mijn hoorders, een onbekende weg.
En dat blijft meer of minder een onbekende en een bedekte weg. Totdat de Heere begaagt om ze iets meer ervan te leren. En o mijn hoorders, in het begin, dan wordt een mens door genade een zoeker van God gemaakt. Inderdaad, mijn hoorders, als de Heer een mens van dood levend maakt, dan wordt hij een zoeker van God en niet van Christus, mijn hoorders. Nee, dan gaat hij in leven. Dan gaat hij in leven, mijn hoorders, dat er een God is. En dan gaat hij in leven dat die God zo groot, zo goed, maar dan gaat hij ervaren. O, daar begint de zelfkennis mee, mijn hoorders. En dan ziet hij zo'n zondaar. O, dan wordt hij ontdekt meer en meer. Dan komt de Heer ordentelijk de zonde voor die ziel te leggen. En dan weet je wat gebeurt, mijn hoorders. Dan wordt de schuld groter. Dat staat in onze tekst. Dan wordt hij arm. Dan wordt hij arm, mijn hoorders. En weet je, van stap tot stap wordt hij armer. En weet je hoe, mijn hoorders? Eerst in de schuld en de tweede in de scheiding dat de zonde gedaan heeft. Dat krijgt de ziel in te leven. De vrucht van de zonde is de scheiding. Dan kan ik nooit meer God terug hebben. Nee. De bezoldering van de zonde is de dood, mijn hoorders. En in de derde plaats, mijn hoorders, waar wordt die zo ongelukkige arm? In de weg van ontdekking en ervaring. Weet je wat, mijn hoorders? Ik zou je in de derde gedachte dat je bijleggen, dan wordt het eigen schuld. Dan is het mijn vader, mijn moeder niet, mijn hoorders. Ik heb wel eens in een oude boek van mijn vader een klein briefje gevonden. En die had een godvrezende moeder. En dan schrijft mijn vader in de tijd van overtuiging. Dan schrijft hij, de zonde tegen een liefhebbende moeder, dat doet pijn. Maar de zonde tegen een heilig en een goeddoende God, dat gaat dieper. Dat gaat dieper, mijn hoorders. En dan, eigen schuld, eeuwig God te moeten missen. Om eigen schuld. En dan gaat hij nog een trap armer worden, mijn hoorders. En wat is dat? Dat nooit en te nimmer kan dat weggebaand worden meer, nee. Nee, mijn hoeders, dat kan niet meer. Het wordt onmogelijk om ooit zalig te worden. Zo bedekt is die naam Jezus, mijn hoeders. En als het niet meer kan, mijn hoeders, o dan. Mocht Johannes de Doper prediken, ziet het Lam Gods voor een volk, voordat er niets meer over is, dan de eeuwig en rechtvaardige vloek Gods, mijn hoorders. O, wat waren die discipelen, die twee discipelen, wat waren ze mee getroffen? Maar, mijn hoorders, ik zou nog een stapje meer dieper gaan. Die discipelen, die mochten de boodschap in een rechte weg horen, ziet het Lam Gods. Hoor je het, mijn hoorders? Er zal een volk wezen die het weten zal. Er is een volk, mijn hoorders, die de openbaring van Jezus mocht ontvangen. En ik vergeet het nooit in mijn leven, toen Domilemijn met zoveel vrijmoedigheid dat gepreekt heeft, dat er geen zondaar te groot is,
dat er geen zondaar te oud is. En ik hoor hem het nog zeggen. En dat is over de 15 jaar terug. En dan zei hij erbij. Zit er nou één in de kerk? En zou je nou al de zonden van alle mensen hebben? Dan mag ik nog zeggen. O, de bloed van Jezus Christus reinigt van alle kwaad, mijn hoorders. En wat was ik blij, wat was ik blij. O, want er was geen weg. En dan in dat ruime boodschap. Dat hadden wij al de zonden van alle mensen van Adam toe. Dan zou er nog hoop wezen in dat bloed van Jezus. En dan, mijn hoorders, dat heeft hoop, dat heeft blijdschap, dat heeft verwachting. Maar dan in te leven, mijn hoorders, te zien en te horen is niet hebbende. Dat is wat. En dan het te moeten missen. En dan hebben we al door gezegd. In de eerste gaan ze die arme God zoeken. De persoon van God. Die eeuwige God. En dan inleren dat ze nooit God hebben. En dan wordt er een plaats voor de openbaring van Jezus. En niet om het te horen. In de boodschap van de evangelie, mijn hoorders. En dan het te missen. Dat doet zeer, mijn hoorders. Want dan kom je erbuiten te staan op de tweede keer, mijn hoorders. Om het te zien, om het te horen, is het niet te hebben, mijn hoorders. Nee, wij hebben nodig dat werk van Christus toegepast wordt, mijn hoorders. En dan wordt niet in het eerste plaats de hoge priesterlijke werk van Christus. Nee, mijn hoorders, dat in de eerste plaats wordt dat naam van Jezus openbaar aan die arme en verslagen van geest. Wij zouden maar niet te ver uitbreiden, want mijn hoorders, in deze tekst legt de ganse kerk Gods. Maar ja, dan neem ik tijd om dat te verklaren. Maar in deze tekst, op deze zou ik zien, dat is de belofte. En dat is de ganse kerk. De kerk in de weg van ellende. De kerk in de weg van verlossing. Mijn hoorders, jongens en meisjes. En voor spreken over de weg van verlossing. Dat hoort mooi. Maar weet je, en dat was de moeilijke weg. En mijn hoorders, ik zou met liefde zeggen. Blijf gemeente met dat oude waarheid. O, dan leven we in de tijd, mijn hoorders. Dat wordt voor wat anders gevraagd. Maar blijf met dat oude weg. Waar dat het mens keer op keer afgesneden moet worden. En dan in dat ellende, verlossing en dankbaarheid. Hier wordt dat hele kerk inbegrepen. En wij gaan niet verder, want het is al. Het is al haast 9 uur, mijn hoorders. Maar even kort. Maar laat me hem eerst maar zingen. Laat me zingen van 42. En laat me hem maar zingen. 3 en 4, ja. O, mijn ziel, daar hoor je het, mijn hoorders. O, mijn ziel, wat bijgeneder. Waartoe zijt ge mij ontrust? Voegt het oude, vertrouwen weder. Zoek een hoogste lofie les. 3 en 4. 42.
waarop deze zal ik zien, op den arme en verslagen van heest, en die voor mijn woord beeft, in de weg van de verlossing, mijn hoorders, in de weg van de ellende, in de weg van de overtuiging, dan is het een eisende God aangaande zijn heilige wet die hij den sterveling zet. En in de weg van de verlossing, dan gaat het over naar een vloekende God. Over de zonde tegen zijn wet. Dat is de vloek, mijn ouders. Staat in Galaten 3 vers 10, je kunt het opzoeken. Maar vervloekt is het heen, die niet in alle dingen, wat in de wet staat, gehoorzaam wordt. Kan zelf opzoeken, mijn ouders. Ik zou het in Engels kunnen zeggen. Cursed is everyone that continueth not in all things which is written in the book of the law to do them. Vervloekt. Vervloekt, mijn ouders. En dat gaat de ziel. Want de liefde Gods dat leeft in die nieuw, in dat wedergeboren ziel. Dan gaat die ziel God liever krijgen. Dat is een eigen zaligheid. Dan gaat de liefde zo de ziel dringen. Dat het ziel die kan het niet staan. Dat het heilige God in zijn heilige deugde gekringd wordt. En in dat goddelijke ogenblik, dan zag de ziel weg. En in dat goddelijke ogenblik, dat hij wegzingt, om die rechtvaardige straf te ontvangen. Dan, mijn ouders, dan komt de rechter van hemel en aarde. Op de verdiensten van die gezegende middelaar Jezus Christus. Dan is het Jezus Christus. En dan mocht de rechter spreken. Ik heb een held gesteld op één die machtig is. O, dan mocht de Heere God zeggen. Verlos hem van het ondergaan in het eeuwig verdoemenis. Omdat bloed van Christus Jezus, dat bloed van Golgotha. O, dan is de Heer opgestaan om dat zaligheid toe te passen door de verheerlijking van de deugd van recht en waar. Bloed van Christus Jezus, dat bloed van Golgotha. O, dan is de Heer opgestaan om dat zaligheid toe te passen door de verheerlijking van de deugd van recht en waarheid door zijn eeuwigende vader als richter, mijn hoorders. Dan hoor je het op de Heere zegt, de Heere spreekt, op deze zal ik zien die arm en verslagen, dat is een verslagen van heest, mijn hoorders. En dan even kort in de weg van de heiligmaking. En dan gebruik ik Gods woord, mijn hoorders. En ik gebruik het als ik het zeg over de rechtvaardigmaking en de echtvergeving van de zonde. En ik heb het je al gezegd in de openbaring van Christus. En dan bemoedigd en dan zo ellendig. O, dan is er een zaligmaker bekend, maar ik heb hem niet. En dan wordt hij een zoeker van de tweede persoon. Nooit apart van de eerste persoon, mijn ouders. Maar na de rechtvaardigmaking. O, ik hoor mijn oude tante nog spreken daarover. En dan kon ze erbij zeggen. O, toen alles haar ontviel. En niemand zorgt meer voor de ziel. En dan is de Heere gekomen. En hij baande door de woeste baren en brede stroom om zijn pad. En dan wijst de Heere, o de rechter van hemel en aarde, op de werking
van die gezegende geborg Jezus Christus, mijn God. Maar nou, in de weg van, en dan staat het er ook. Oh, ik hoorde eens, ik heb het gisteren ook gezegd. Ik heb het gehoord van een oude vrouw. En ze was zo onmogelijk. En dan zei, zij krijgt deze woorden kracht dadelijk van de hemel. En dat ging meer over de toestand dan over de staat voor de eeuwigheid. Maar zover dat ik het weet, dan is die vrouw nooit in de vrije stad gebracht. Maar ze mag toch de zaak als een bekommerde ziel beleven. En liefelijk soms over die goddelijke wegen spreken. En daar was ze zo buiten gezet. En toen kwam de Heer over. Want mijn hoort is, als de Heer werkt, dan werkt de duivel dag en nacht. Om die mens maar in de wanhoop te brengen. Want denk het er maar aan, daar zijn tijden dat dat volk vreest. Dat ze nog in een stichting terecht zou komen. Ze brengen de nachten door me klaar. En er is geen oplossing, mijn hoorders. Dan is een moeder niet vatbaar voor de werk. En een vader niet vatbaar om zijn werk meer te doen. Dan kan je, het wordt op de gezicht gezien. Ellende, ellende. Maar laat me in de weg van de heiligmaker even. O, mijn hoorders. Ik wou dat even met de rechtvaardigmaking doen bij Genesis. Genesis 32. En daar was het ook in de leven van Jacob en de Heere. Na al wat er geplaatsgenomen is. De Heere zei tegen Jacob, en wat is die naam? En toen ging die onder. Jacob. Toen was dat. En toen kreeg hij een nieuwe naam. Maar niet. Laat me ook Jacob, laat me dan Israël gebruiken. In de heiligmaking. O, en Paulus die zegt. Paulus die had een nauw lijf met de Heere, mijn hoorders. Vanzelf, hij was voor een grote werk gezet, maar hij had een nauw lijf. Een nauw leven met de Heere. En weet je wat hij daar zegt? Wij sterven dagelijks. En wat een voorrecht, vol ik de Heere. Af de Heere die zo belieft, dat je dagelijks sterven moet. En je mag jou vragen, waarom zeg je dat? Mijn hoorders, als je dagelijks moet sterven, dan heb je dagelijks de werk van de Heilige Geest nodig. Want het is enkel door het geloof dat het ziel bij ogenblik gegeven mogen worden om dit te horen. En wat is dat? Volg des Heren die er wat van mogen weten. Wat verlang je ervoor? O, dat de Heere aan je zal zeggen. Omdat ik leef, hij zal leven. Dat is dat volk dat, ik heb gezegd, dat is dezelfde volk nog. In andere maten, in andere hangen van het leven. Maar toch, op deze zal ik zien. Die arm en verslagen van geest. En die beven voor mijn woord. En dat houdt nooit meer op in dit wereld voor de kerk. En gelukkig maar niet, mijn hoort. Volg ik dus hier. Wat een voorrecht. Ik weet, het gaat tegen mijn willen. Het gaat tegen mijn vlees. Maar het is de profetische weg. Het is de meest vruchtbaar in die weg. Ach, laat me dit nog eens even vertellen. Dat vertel ik soms eens graag. Als je wil weten, mijn hoorders. Als er nog wel leven in is. Want er zijn tijden in de bevestigde kerk. Dat ze geen leven meer vinden kan. Echt, mijn hoorders. Ik zou je eens even wat vertellen. En mocht de Heer het heeft tot bemoediging. Want, daarom in Romein. Ik heb dat, sommigen hebben het al eens gehoord. Toen die student was. Toen moest hij bij een kleine gemeente komen. En er was een oude, godvrezende ouderling daar. En toen had Dom Willemijn daar geëten. En die oude man die moest nog iets in zijn stal doen. En hij zei tegen Dom Willemijn, kom maar mee. En dan kwam hij in de stal daar. En dan was er een mes te kalf.
En die kalven die springen zo als je de dier open doet. En de omilemeen die squakt een beetje. En die oude ouderling die zei, wees maar kalm hoor. Neem maar een potlood en een papier. En ik geef je een les. En als de Heer het heeft, dan kan God een zegen wezen voor je hele leven. En hij zei, schrijf maar boven. Gemeste kalf. Punt 1, zegt hij. Die groeien de best in een kleine gokkie. In een klein, heel kleine gokkie. En als de Heer een mens komt te bekeren, mijn hoorns, dan doet de Heer die mens in die kleine gokkie hoor. In de tweede plaats, die man die zei, de tweede pint op een korte touwtje. Een korte touwtje. Al die hippelende christendom van onze dag, die binnen niet in een klein hokje, nog op een klein touwtje, nee, een korte touwtje. Want daar val ik die kinderen niet meer uitspringen. Nee. Van wat onhaat in de ziel, mijn hoorders. Dan zou ik er eigen sprongen. Maar we doen niks eens tegen God vechten, mijn hoorders. Maar de Heer van eeuwigheid heb ze in die gokkie gedaan en op een korte touwtje gedaan. En weet je, mijn hoorders, in de derde plaats zei die oude man, in een donkere plek, een donkere plek. Want daar roeit ze de beste. Oh, wat een les, mijn hoorders, kerk des Heren. In een donkere plek. Dat wil zeggen, ik zou ze leiden in wegen die ze niet gewandeld hebben, ja. Maar om verder om de tijd, mijn hoorders. En ik zou het graag uitbreiden, maar breid er maar uit. Als de Heer het heeft, bij je vrouw, met je man, met je kinderen. De vierde gedachte. Wat zou dat wezen, mijn hoorders? Dat is dat die kalveren, die moeten de melk van ene moeder hebben. Wat een les, mijn hoorders. De melk van één moeder. Niet overal zitten happen en grijpen, mijn hoorders. Maar de melk van één moeder. Daar groeien ze de best, ja. En niet in de weg van de heiligmaking in de vijfde gedachte. En dat is, ze groeien de best. En ik hoop dat er een volk is en dat wil ik geloven. Die dat begrijpt. En dat is in de weg van de heiligmaking. Ze groeien de best in de eigen stinkt. Die hokjes wordt nooit geschoond. Nee. Ze groeien de best in de eigen stinkt. De meer ontdekking van ons diepe val, mijn hoortjes. Dan moet dat kerk in leven. Ze groeien de best in de eigen stinkt. Niet in de flauwigheid dat andere mensen die mensen maar oppoetsen. Doet dat maar niet, mijn hoorders. Oh, die kerk die groeit de best in de eigen stinkt. En dat bedoelde ontdekking van onze diepe, bedorven natuur. Mijn hoorders, als je zelf nooit zat geworden bent. En niet maar met een woord van je hoofd, mijn hoorders. Maar dat je op je borst moest slaan en getuigen. Met al wat er gegeven wordt, ik ellende mens. Wie verlost mij van de lichaam deze dood? Hoor je het, mijn hoorders, schriftierlijk. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. Wie, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van de lichaam deze dood? Onze tekst, mijn hoorders. En dan de belofte. Op deze zou ik zien, die arm en verslagen van geest. En die voor mijn woord beven. Dat wil zeggen, dat volk, die hebben liefde voor God door Christus. Door de werk van de Heilige Geest. En o, dat woord Gods, dat heeft het ja en amen. O, ze beven voor dat woord. In kinderlijke liefde. Maar dat vlees, dat brilt er maar tegen. En de duivel, daar zijn tijden, mijn hoorders, onder de verzoeking. Tijden dat de kerk is zo doodongelukkig voelt.
En dat het kerk zegt, we hebben geen kracht tegen de machtige nee. David die zei, ik zal nog door de hand van Saul overkomen. Wij gaan maar eindigen, mijn gordes. Maar ik hoop dat je dat gemeste kalf maar goed mag overdenken en mocht de Heer het zegenen. Middelburg, je weet nog de laatste keer. Oh, toen we hier mochten zijn over die spilong van het dorp. Die zijn ook in onze tekst begrepen. En wie komt er bij David? De benauwde. En in de tweede plaats wie? Die schuldeisers had. En in de derde plaats, die zeer bedroefd waren. En nou de laatste gedachte, mijn ouders. De laatste pint voor vanavond. O, dat wat God doet is voor eeuwig. Volk des Heren. Wat zijn hand begon, zal hij voleindigen. Wat hij doet is voor eeuwig. Het gaat dan niet meer wat ik geloven ken. Nee, mijn hoorders. Het gaat dan wat de Heere voor mij gedaan heeft. Zo gaat het. Maar wat een voorrecht in het meest der ellende. Als de Heere me ogenblikken mocht geven. Dat ik arme kerk is mocht blikken. Blikken. In wat er voor die kerk is weggelegd. Dan mag de kerk bij ogenblikken zeggen. O vlees. O duivel. O arme wereld. Straks. Zou de Heere. O de Heere heeft gezegd. Hij heeft het voleindigd. Maar straks zou de Heere geven. Dat zit. Overwinning. Door hem alleen zal ontvangen. En dan gaat de kerk er eeuwig binnen. O, dan zal de kerk zingen. Niet aan ons, maar aan hem zij al de eer en de dankzegging. Ik zeg maar, jongens en meisjes. O, ik hoop dat de Heer je bekeren wil. Jongens en meisjes, zoek het onder de woord Gods. Kom trouw onder het woord. Het lezen woord, het gesproken woord. Wie zou het nog kunnen zeggen? Dat de Heere, die is een wonderdoende God. En jong en oud en volwassende mijn God is. O, waardeerde tijd. Dat je nog onder het woord mocht komen. Het kan wel wezen dat de vervolging kortbij is. Dat de deuren van het huis Gods gesloten wordt. Laat me eerlijk wezen, mijn hoorders. Het is niet gewaardeerd als vroeger. Nee, we zijn ver van het heilspoor afgegaan. Maar de Heere die roept nog tot ons en onze kinderen. Dat hij geen list heeft in de dood van de zondaar. O, mocht de Heere zijn lieve geest nog uitstorten. Tot zijn eer, de komst van zijn koninkrijk. Het wordt hier in die hoofdstuk duidelijk verklaard. Het zal komen. Maar o, mijn hoorders, mocht ik een ieder bijwezen. En vraag maar Gods volk dat de Heer ons bekeren zou. Als dat hij al zijn volk bekeert. Want het gaat op een eeuwigheid. En het is één ding om mee te leven. Maar je moet maar naar de dood leggen. Maar we moeten door de dood, mijn hoorders. O, mocht de Heer het zegenen. Amen. Ach, Heere, zou uw woord zegenen. O, doet het nog om uw naam. Hij zei het zo waardig, Heer. En in de vele nakomelingen van de Heer is toch de Konings eer. Ach, Heere, breid die vlegelen nog uit. En mocht uw kerk nog weer oefenen. Dat er nog beleving mocht wezen. En dat er nog eens gehoord komt. Komt en hoort. Wat de Heere aan mijn ziel deed ondervinden. Heere, hij zei het nog hetzelfde. O, werk nog in de hart van kinderen. In de hart van jeugd, Heere.
Och, er waren tijden vroeger. Dan nou waren er een volk aanbidden in de kerk. Dat de leraar me niet opgaat. Maar dat hij maar doorging. Heere, zou je die tijden nog terugkeren. En er is nog hoop voor. Waar dat het wezen zou, weten we niet. Maar er is nog hoop voor dat die woord nog houdt. En waar dat je de waarheid van die woord nog houdt. En waar dat er nog een volk is die dat oude waarheid nog lief heeft. Och, Heere, verzoen dan wat zonde was. Gedenk kerkenraad en gemeente. En ook in bijzonder de jeugd en de kinderen. Heere, leid die vervlegelen er nog overheid. Maar vergeet niet de volwassenen, want die moet ook door God bekeerd worden. Zou het wel wezen voor de eeuwigheid. O, bewaar van bedrog. En o, Heere, zou genoeg ons bewaren van onszelf. In de verzoening van al onze zonden, breng ons veilig waar dat we verwacht zijn. En iedereen nog sparen helpen, maar heeft geen rust. Totdat we rust geschonken mogen worden. In die rust schijnt er in aan de eer. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het derde. En het zesde vers 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, 3 en 6.
kerkenraad en gemeente en vrienden die erbij zijn, namens onze kerk en school in Norwich, hartelijk bedankt voor het meeleven, voor het fonds voor een nieuwe bus. We moeten elke jaar een nieuwe bus kopen van $90,000. Maar we hebben 10 van die grote bussen en elk jaar moet want 1 vernieuwd worden. Hartelijke bedankt daarvoor. Ontvang de zegen des Heeren, gaat er heen in vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.